Hoi, welkom terug op mijn kanaal. Goedemorgen. Ja, gisteravond had ik niet meer de puff om de film af te maken. Dus ik heb vanochtend de tent weer ingepakt en ben gaan rijden. Er waren flink wat wegafsluitingen. Dus ik dacht van, we moeten een alternatieve route vinden. Dus we wijken nu een beetje af van de TED. Maar daardoor heb ik echt een heel mooi weggetje gevonden. De 255 vanaf Forset. En ik ben nu in Espedalen. Dat is een nationaal park. En hier schijnt een elanden trekroute te zijn elk jaar. Dus in de lente en in de herfst trekken honderden elanden van zuid naar noord of van noord naar zuid. Dus dat is wel gaaf. Kijk, dit soort plekken maken ze in Noorwegen overal. Deze is nog in aanleg, maar dan kun je hier kamperen. Je kunt een vuurtje stoken. Hier zo, een bankje erbij en wat uitleg over de omgeving. Hier las ik dat van die elanden net. Dus elk jaar komen ze hier voorbij. En dat is eigenlijk, wij zijn nou hier zo. En aan deze kant loopt die route. En hier staat iets van, de moeder draagt de route over op de kinderen elk jaar. En zo leren ze dat. Nou ja, vandaag gaan we dan naar Dovre. Daar is een bergpunt en die gaan we proberen, dat is een soort off-road route naar boven, om daar bovenop te komen. Schijnt vrij lastig te zijn, vooral in half mei. Dus we gaan zien of we boven komen. En daar heb je een soort overzicht over de hele regio. De regio hier die wordt eigenlijk langzaam, we zitten natuurlijk een stukje boven Lillehammer nou, en het wordt langzaam steeds ruiger. Dus je ziet het aan de huizen, hoe de mensen alles hebben ingericht en zo. Maar ook het landschap, dit is een beetje op 600, 700 meter hoogte. En het wordt gewoon steeds mooier, zeg maar. De motor ziet er ook steeds mooier uit, zal ik net even te kijken hier. Dan begint al een beetje Noors meer op te komen op het brommertje. Nou, dus even kijken of we een klein stukje van de omgeving kunnen laten zien. En dan, net als gisteren, ik neem jullie gewoon mee. Als er iets bijzonders is, dan laat ik het zien. Het is nogmaals heel lastig. Net heb ik een uurtje of twee al getoerd, zeg maar. En het is zo mooi. Je wil eigenlijk gewoon de film de hele tijd laten draaien, maar dan kun je hem helemaal niet meer editen straks. Even zien. Dat het hier wat ruiger begint te worden. Ja, je zit ook wat noordelijker. Kijk, je ziet hier dat meer. Ik weet niet of die actiekamer dat oppakt. Maar je ziet het ijs nog langs het meer, zeg maar. Dus het is hier pas net aan het ontdooien. En dit is iets anders dan toen straks was het meer, of gisteren. Bij Lillehammer was het meer lieflijk. Kijk, hier heb je ook wel links en rechts wat boerderijtjes en zo. Maar kijk, we komen nou toch, hoe hoog zitten we? 690 meter. Ja, niet heel raar dat er dan nog sneeuw ligt. Maar. En dit is de Dovre, Rondane Park. Moet je maar eens even, als je op Google kun je opzoeken. Rondane. Hier hebben ze een sluis gemaakt of iets. Ja, stuwdam. Nou ja, dit soort dingen ga je natuurlijk ook overal in Noorwegen tegenkomen. Stuwmeertjes. Dus hier zitten de turbines in om elektriciteit op te wekken. En dan hier aan de andere kant, even opletten dat er geen... Dat is trouwens wel mooi, je komt geen verkeer. Daar heeft het ijs ook hoog gestaan, zie je. Er zit nog echt dat blauw in. En je weet dat je in een ruiger gebied komt ook meestal. Ja, de bomen die verdwijnen natuurlijk langzaam. En het wordt kouder. Op de motor voel je dat natuurlijk allemaal. En als het een halve graad kouder is, dan voel je al meteen, oké, er is hier een verandering op komst. Maar we gaan gewoon omhoog nu. Het doet zich een beetje Oostenrijks aan. De boomgrens ligt hier veel lager. Zo. Ik moet zeggen, die off-road banden die houden ook prima grip op asfalt, in ieder geval als het droog is. Ja.
denk dat we dadelijk de thermokleding moeten gaan aandoen. Want het wordt langzaam te chilly voor alleen een t-shirtje. En vandaag zitten we vrij veel op hoogte, als ik de kaart mag geloven. En we gaan zo meteen weer offroad rijden, dus... Oh, je ruikt de kabeleum, zeg maar, waar ze die kerken mee in smeren. Lekker. Vroeger rook je dat bij ons veel meer, maar het mag niet meer. En hier gebruiken ze het nog wel. Dit is toch prachtig. Ik weet niet of de camera dit een beetje oppikt. Daar is een, als het goed is, een tankstationnetje. En we gaan weer de prairie in zo meteen. Dus ook al is die nou half vol, dat betekent bij de GS 15 liter, gooi ik hem vol. Want het is een vrij groot stuk waar we nou in gaan. Better safe than sorry, zeg maar. Even kijken wat ze hier hebben. Blifri, die moet ik hebben. Ik zit hier ineens binnendoor te rijden richting Dovre. En dan zie ik daar die punt. Ik weet niet of je dat op de camera kan zien. Daarboven op die berg staat een mast. Dat is eigenlijk het uitzichtpunt waar ik heen wil. Maar daar ligt ontiegelijk te veel sneeuw nog. Dus ik denk niet dat dat gaat worden. We gaan een stukje verder kijken hoe de weg daar is. Misschien kom ik iemand tegen die kan vertellen hoe het daarboven is. Maar ik denk dat we een andere keer daar naar boven moeten gaan. Ik ben er ooit eerder geweest, maar dat was, toen was er geen sneeuw. En nu, ja, dat is een hele slechte weg daarboven. Dus niet eens een weg, eigenlijk gewoon een pad. Ja, we gaan eens kijken. Het is wel heerlijk sturen hier in de middle of nowhere. Even een kleine pitstop. We gaan nu richting Dovre. Dat is die kant uit hier achter mij. En dat rijdt eigenlijk nou nog even door zo'n hele vallei heen. En dan gaan we off-road een stukje daar die berg over. Dus we moeten deze bergketen over. En dan krijgen we als het goed weer een heel groot stuk onverhard. En dan gaan we richting Tinset en richting Reuros. Dat is een mijnbouwstadje. Dus dat... Ik hoop dat de wegen daar een beetje open zijn. Maar dat is een beetje schipperen, want ik heb nu net al, ik denk, ja, dat zie je op de video natuurlijk niet, maar 150 kilometer vanaf het eerdere filmpje deze ochtend omgereden. Dus waar ik stond met die elanden, daar ben ik boven een bergpaadje ingereden. Maar toen op een gegeven moment lag er te veel sneeuw, toen moesten we helemaal weer terug naar beneden. En toen ben ik eigenlijk 110 kilometer was het volgens mij. En ja, ik heb nou wat detours bij elkaar 150 kilometer om. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. Dat is de fun van het rijden. Nou, inmiddels zitten we op 1030 meter hoogte. Het is hier 9,5 graden, dus dat valt eigenlijk reuze mee. Maar 's nachts zal het hier nog wel vriezen, denk ik. Nou, daarboven zie je die punt liggen. Deze weg die liep ook weer dood vanwege sneeuw. Dus we moeten eigenlijk weer een detour maken. En nu gaat die, ja, ik denk een uurtje of drie nog duren voordat ik in Reuros ben. Dat wil zeggen rond een uur of vier zijn we dan daar. En dan zoeken we daar ergens een hutje. Reuros is een klein mijnwerkersstadje. En dat is echt bezienswaardigheid. Nou, we gaan eens even kijken of we op de grote weg kunnen komen. Moeten we eerst hier omlaag. Ik denk dat je hier nog wel prachtige uitzichten krijgt. Trouwens, het hele land, iedereen is bezig met hout. Ja, niet dit hout, maar met het klaarmaken van hout voor de kachel.
dat zou een film aan zich waard zijn om daar bij elke houtstap even te stoppen. Misschien doe ik dat nog wel later in deze reeks. Kijk hier, dit soort dingen bedoel ik. Overal strak gestapelde houthokjes en dan ze zagen de stammetjes hier vrij kort van me op. Dus ik denk dat ze dat doen omdat ze dat ook in de kooktoestellen gebruiken. Dus dan kun je kleinere stukken maken. Nou, hier is iets aan de hand, even opletten. Zo. Dat is een blokkerend achterwiel daar. Je merkt dat die kolos die wil wel graag bergaf als het ware. En als je dan de rem vast hebt, dan merk je soms niet dat je achterwiel stilstaat. Dus je moet een beetje op alert zijn. Maar ik ruik dit vers gezaagde hout de hele tijd. Hè. Dat is zo lekker. Het zijn wel die mooie doordraaiers. Het land is zonde om erin te scheuren, dus je moet eigenlijk wel lekker op je eigen gemak rijden. Overal liggen van die wildroosters, ik zal eens stoppen hier, dat zijn serieuze jongens. Kijk, dat is niet een normaal ribbeltje. Als je die in de bocht tegenkomt, en dat heb je soms, dan moet je toch even opletten. Als je hard genoeg gaat, dan is het alleen maar even zo. Maar met regenweer zijn ze wel eens tricky. Nou, hier komt er eentje omlaag op zijn kwad. Die heeft denk ik de zomer al in de bol. Het is 13 graden hè? En hij rijdt in zijn t-shirtje. Ik zag net ook al een boer op een tractor in zijn blote buik rijden. 12,5, 13 graden, leuk. Nou, het is alweer tegen 5 aan, dus ik wou eigenlijk een camping zoeken. Deze ziet er vrij dicht uit. Die is denk ik nog niet open. Wel een mooi paadje dan naartoe. Nee, die is gesloten. Oké. Okay. Jonseret kettingzaagmerk had die aan de deur hangen. Ik mag hem nou al. Nou, gaan we gewoon verder zoeken naar de volgende camping. Het is een vrij grote rivier hier. En die gaat naar Reuros. Reuros is een koperwinning. Kopermijnstadje. Had ik er straks volgens mij ook al verteld. En dat werd natuurlijk via die rivier getransporteerd. Terug naar het zuiden. En wij rijden nou noordelijk richting Reuros. Het staat volgens mij op de werelderfgoedlijst. Nou, we hebben een hutje gehuurd. Hier wordt het vannacht rond de 0 graden, dus ik dacht, we gaan onze rug een beetje sparen. Dus tweepersoons hutje, koelkastje en een kookplaatje erbij. Nou, prima toch? In ieder geval, het is gewoon een tuinhuisje natuurlijk. Trailen toch nog ergens goed voor. Trapje op. Nou, omdat ik vannacht
alleen wil slapen en niet met familie de bed wans. Gaan die kussens even weg en doe gewoon mijn matje wat ik in de tent heb opblazen en hier op de matras leggen. Zo. Dat is trouwens een nieuw matje, dat is echt perfect. Een self-inflating. Hoe heet dat ding? Hij is ook van Expat. En dat is ongeveer, hij is flink wat minder werk dan met zo'n pompje, zeg maar. En je hebt niet die ribbels van een luchtbed erin zitten. En deze is ook, de airwaarde is hoger, dus eigenlijk een perfect matje. Het gaat sneller dan het andere, waar ik dat filmpje over had gemaakt. En dan dit is de hoester van. Daar doe ik dan eigenlijk mijn donzen jekje in proppen. En dan is dat eigenlijk meteen mijn kussen elke nacht. Dus je hoeft geen extra kussentje mee te nemen. Eigenlijk super handig. En we gaan even het plaatje onder de standaard leggen. Anders ligt die motor morgen vroeg om. Nou, we gaan dus even exploren. Dat schijnt het toiletgebouw te zijn. Ik heb een aardig leuke keuken ingemaakt. Ik dacht in de hut te eten, maar ik denk dat ik dat hier ga doen. Heb ik alles bij de hand. Dan kan ik eindelijk mijn Trangia afwassen, want gisteren had ik geen spoelmiddel. Gaat helemaal goed komen. Even kijken. Nou, dit is douchen. Prima voor een nachtje. Beetje gedateerd, maar ja, dat heb je hier altijd in Noorwegen. Maar het is eigenlijk wel altijd brandschoon. Dus dat is wel goed. Nou, zo'n tuinhuisje is eigenlijk groot zat om ook bij de pool te zetten. Hè? Thuis. Houtkacheltje erin. Nou, dat is wel het voordeel van zo'n hutje. Dan hoef je niet je Trangia te gebruiken. Dan kun je gewoon op een kookplaatje werken. Nou, het is weinig, het is weinig culinair. Alweer worstjes. Gisteren klein gesneden worstjes, nou chili worstjes. Maar ja, ik heb tussen de middag ergens wel goed gegeten. Dus dit is meer een avondsnack. Bikervoer. Je hebt helemaal geen ruimte om spullen mee te nemen. Dus een worstje steek je zo ergens ertussen. Wat brood. Ik heb weer mijn portie bosbessen voor vandaag gehad. En wat tomaatjes weer erbij. Kijk, als je ze een beetje insnijdt, dan krijg je ook het vet in die pan. Want dat heb je nodig. Dan hoef je geen extra olie mee te nemen. Dan loopt het gewoon uit die worstjes. Aldus de chef-kok. Nou, ik zal je even laten zien wat het avondeten dan wordt. Die worstjes, ik denk in plaats van pasta, gewoon een stukje brood erbij. Straks een rijsten, blauwe bessen met een soort rijstenpap als toetje. Moet je van houden. En een nationaal gebakje van, kokosgebakje van Noorwegen. Ik zal je daar even laten zien. Een paar tomaatjes erbij en de bosbessen ben ik een beetje van aan het snoepen. Iets makkelijk zou ik zeggen. Bij gebrek aan statief even de actioncamera boven op de koffer van de motor gezet. Zo, ik heb alles opgeruimd, afgewassen. Ik zit nu aan de thee en de Noorse snack, zeg maar, met kokos erop. En ik ben nog even een boek aan het lezen om een beetje in te lezen in de streek waar ik morgen naartoe ga. Naar Røros, maar daar zal ik morgen de hele beginstuk van de film proberen over te maken. Net trof ik nog een leuk stel hier in de keuken bij de afwassen. Hij was van Finland en zij kwam uit Frankrijk. En ze waren voor 5 maanden zijn ze elk jaar gidsen op de Lofoten. Dus dat is wel gaaf. Als je dus 5 maanden in Noorwegen voor je werk kan zijn en ook nog kan doen wat je leuk vindt. Dus we hebben wat tips en wat routes uitgewisseld. En
Ja, dat was eigenlijk vandaag het hele rijdagje wel. Ik heb een aantal motorrijders vandaag gesproken. Eigenlijk overal waar je stopt, heb je wel aanspraak van hey, waar ga jij heen? Is die pas gesloten of open? Het is ook een, ja, als je zelf mensen aanspreekt, dan komt het gesprek meestal makkelijk op gang. En iedereen is nieuwsgierig en behulpzaam. Dus dat is het leuke hier. Vooral in de afgelegener stukken. Ja, gisteren heb ik best wel lang, een half uur met iemand staan praten die op zijn fiets onderweg was. En die stond eigenlijk bij dezelfde wegafsluiting als ik, boven bij de sneeuw. En die moest dus ook 2 uur terug. Met de motor was het 2 uur terug. Voor hem was het zowat de hele dag fietsen. Dus ja, dat soort dingen kom je ook tegen. Nou, ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Ik ben nog echt een beetje aan het puzzelen met die camera settings. Want als ik met mijn hoofd zo beneden ga, dan zie je dat daar een vertraging in zit. Dat komt omdat ik een soort horizon balancing heb aanstaan. Dus er zit een soort kompas of een waterpas in die camera. En die zorgt dat de lens horizontaal blijft. En dat is eigenlijk die vertraging. Daardoor heb je een heel mooi beeld. Maar af en toe ook een beetje raar. Want dan zie je mijn, net alsof de helm los staat van de camera. Maar dat is dus niet zo. Nou, ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. En anders zou ik zeggen, op naar de volgende film.